Met nog maar 4 wedstrijden op het programma breekt de slotfase van het seizoen nu echt aan. Met zaterdagavond direct alweer een hele belangrijke AZ thuis. En traditiegetrouw beginnen wij natuurlijk weer met de quizvraag. Goeie bal van Ziyech naar Schöne. Buitenkantje rechts en dan de omhaal. Oei, 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 oei. Deze omhaal van Nico Tagliafico gaat er helaas net niet in. Maar het seizoen ervoor is er wel een verdediger die met een omhaal weet te scoren. Wie, oh wie? Is dat antwoord A, Davinson Sanchez? Is dat antwoord B, Kenny Tete? Is dat antwoord C, Nick Viergever? Of is dat antwoord D, Deli Sinkgraven? Straks het antwoord. Afgelopen seizoen kwam AZ in speelronde 16 op bezoek in Amsterdam. Een paar dagen nadat Ajax die perfecte groepsfase van de Champions League had afgerond. Maar AZ thuis zou voor Ajax de tweede competitienederlaag van het seizoen worden. Het is goed gespeeld door Karlsson. Wijndal komt hier ineens de mogelijkheid voor AZ en de goal ook van de Amouklal. Voor een memorabele editie van Ajax AZ gaan we 20 jaar terug in de tijd. In 2003 strijden beide ploegen nog om het landskampioenschap. En dus wordt het een heel spannend duel. Saillant detail, voor het eerst sinds zijn ontslag is Ko Adriaanse weer terug in de arena. Dit keer als trainer van de tegenstander. De mogelijkheid en een uitstekende overzicht en de goal. Ho, ho, ho. In de vierde minuut. Goed zijn lichaam gebruikt, Ibrahimovic. En nog een keer. En dit is een prachtige goal. De Claire en de kans voor Perez. En het is 2-1. Een kwartier voor tijd staat Ajax nog steeds achter. En lijkt het erop dat er belangrijke punten worden verspeeld. Maar dan volgt de ommekeer. En dat is in één keer. Oh, en de goal. Ja. Nigel de Jong. De tweede van het seizoen. Deze week vertellen we het verhaal van Demi de Zeeuw. Voor de middenvelder van AZ ging zijn droom om voor Ajax te spelen in 2009 in vervulling. Omdat Ajax gewoon een hele mooie club is, een hele grote club ook in Nederland. Als je het over Ajax hebt, dan is het gelijk echt, bij mij is dat gewoon de mooiste club van Nederland eigenlijk. En ik ben blij dat ik hier nu eindelijk ben. De Zeeuw vond razendsnel zijn draai in het elftal. En de dynamische middenvelder onderstreepte dat door regelmatig een doelpuntje mee te pikken. Maar niet daardoor. Knap gedaan. En schitterend afgemaakt. Wat fraai zoals Ajax het hier doet. En vaak genoeg deed hij dat ook in grote wedstrijden. Daar komt de Zeeuw, maar hier is Van Dijk toch geklopt tussen de benen. En ook op het hoogste Europese podium wist hij zijn stempel te drukken. Zo ga je ze niet veel krijgen dan de Zeeuw. Ja! Zo komt het toch al goed. En tijdens de legendarische wedstrijd om de derde ster was de Zeeuw er ook bij. Tjuman, kleine man. Rustig, voel me heerlijk. Ja? We zijn kampioen, we hebben er hard voor gewerkt dit seizoen. En gewoon top. Tegenwoordig is Demi de Zeeuw al jarenlang succesvol ondernemer, onder meer in de mode-industrie. En die interesse had hij als speler ook al. Ja, ik vond het een heel mooi shirt, mooie kleurencombinatie. En ondanks hij iets te groot was, zat hij wel lekker stoffie. AZ is de huidige nummer 4 van de Eredivisie op 2 puntjes van Ajax. En dat betekent dat Ajax moet winnen van de enige Nederlandse club die nog actief is in Europa. Van de laatste 5 wedstrijden wonnen de Alkmaarders de laatste 2. Topscorer in Alkmaar is Pavlides met 12 doelpunten. Om de cirkel rond te maken gaan we weer terug naar de quizvraag. Want welke verdediger scoorde in 2017 nou met een omhaal? En Sanchez mee. Ja, dat is een hele fraaie treffer. En zo nodig ook van de verdediger, Sanchez, zijn 5e van het seizoen. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals Sanchez het doet. Zo zal de gedachte zijn. Voor het eerst in lange tijd speelt Ajax op zaterdagavond om 9 uur in de Johan Cruijff Arena om precies te zijn. Tijd voor Ajax om de rug te rechten.